heb een boete gehad. Omdat ik de stad binnen ben gereden op de verkeerde plek en de verkeerde tijd. Vroeger was het heel duidelijk, stonden gewoon paaltjes. Maar tegenwoordig is het niet meer heel duidelijk waar je nou wel naar binnen kan en waar je uit moet. Kaasverkoper Arie Kaan is niet de enige. Sinds de gemeente van Alkmaar de binnenstad niet meer afsluit met paaltjes, regent het boetes. Wauw, dat is wel erg veel. Oh echt? Jeetje. Nee, dat had ik niet verwacht. Eerlijk gezegd, daar zijn we verbaasd over. We vinden dat veel. Is niet de bedoeling. Er is geen verkeersbesluit genomen. Er zit nog steeds dezelfde tijden dat toegankelijkheid in de stad mogelijk is als daarvoor, toen we beweegbare palen hebben. Dus ik begrijp dat niet helemaal. Ik denk dat ondernemers denken, nou misschien kan ik er nu wat makkelijker doorheen. Wat mij opvalt is dat je ziet met name overdag vaker auto's de stad in rijden. En die gaan volgens mij gewoon de mist in. Omdat er geen palen meer staan die je tegenhouden. Dat mensen gewoon doorrijden. Zonder dat ze doorhebben dat ze vervolgens of gewaarschuwd worden de eerste keer. Dat is geloof ik het beleid. En daarna krijg je toch wel een prent omdat je de stad niet in mag. Je ziet de paaltje niet en je rijdt door. Want je denkt, hé, de paaltje is naar beneden, dus ik mag er nog op. Hoeveel mensen de gewoonte hebben om een paaltje houdt me tegen. Oh, het paaltje staat er niet. We rijden gewoon door. Ik blijf erbij dat ik verbaasd ben en dat het niet de bedoeling is dat er meer overtredingen komen. Ja, dat vind ik jammer, maar dat is niet de bedoeling geweest van deze maatregelen. De gemeente heeft nu aangekondigd nieuwe borden te gaan plaatsen aan beide kanten van de weg. In een groter formaat en met fellere kleuren. Zo hopen ze op meer duidelijkheid.